Maar zo'n 100.000 jongeren hebben een burn-out. Lui zijn. Lui zijn. Lui zijn. Op de bank hangen, Netflix kijken. Chips eten, een keertje langer blijven liggen. Of je kamer vooral heel lang niet opruimen. Heerlijk is het. Ook al ben je zelf de enige die de consequenties ondervindt. Te laat op school. Een stinkende kamer waar je over vieze kleren struikelt. Marilyn Monroe zingt. I wanna be lazy. Ik wil Marilyn Monroe zijn die lui wil zijn. Ik wil heel veel, maar vooral niets. Heel eventjes. En nog iets langer. Maar we zijn niet lui. We lijken lui. Daarin geven wij jou geen ongelijk. Maar wij zijn niet lui. Niet echt, in ieder geval. We denken na. We denken veel na. Over niets. En over wat alles zou kunnen zijn. Over de wereld waarin wij leven. Over deze gekke tijd. Over de demonstraties van de afgelopen dagen. Over onrecht. En hoe we alles wat onrecht is recht kunnen buigen. Over de 1,5 meter regeling. Over onze paken die in een verzorgingstehuis woont. Over de culturele sector. En hoe dat nou verder moet. Over hoe het nu überhaupt verder moet. Wij weten het ook niet allemaal. Maar stilstaan geeft ons de ruimte om aandacht te geven aan de dingen die we soms zijn vergeten. Want dat is pas lui. Dingen geen aandacht geven die er wel toe doen. En die luiheid heeft niet alleen consequenties voor onszelf, maar voor ons allemaal.